Ja ja jongens, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij alweer een gloednieuwe video. Vandaag voetbalpraatje nummer 10, ja ja. En ja, vandaag gaan we het weer hebben over een aantal dingen, ik denk twee. En dat zijn, ja, PSW, ja. Dat uh, ga ik even bespreken met jullie. En Ajax, dat zijn de twee dingen. Dus ja, jongens, ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker. En drop alvast een blauw duimpje omhoog. Deel dit ook zeker. Want de gisteren, video van gisteren was al meer dan 100 keer bekeken. Dus dat is ook nice. Kijk ook zeker mijn andere video's in de afspeellijst. Die zou ik aan het eind van de video er even in plaatsen. En dan weet ik wel zeker dat jullie dat gaan kijken. En ik hoop dat jullie abonneren. Like, subscribe. En doe je ding. En we gaan door naar voetbalpraatje nummer 1. Let's go! En ja jongens, voetbalpraatje nummer 1 gaat over de PSV. Gisteren hebben ze gelijk gespeeld en een zeer bevochten punt gepakt tegen Tottenham Hotspur. Een wereldploeg natuurlijk, je moet je niet schamen om gelijk te spelen tegen Tottenham. En zeker niet omdat je weet dat je zoveel kracht hebt gestreden, met zoveel kracht hebt gestreden. Je hebt veel ge initiatief getoond, je hebt Tottenham eigenlijk een beetje ja, laten komen. Ze hebben ook twee doelpunten gemaakt, een schitterend doelpunt van Kane. Ja, de voorzet die was het mooiste. En ja, de rode kaart van, van Jory, Dat was gewoon het moment van de wedstrijd. Daardoor kwam PSV ook terug. Bergwijn die niet speelde, Malen wel. Je merkte het ook wel. Bergwijn die ja, er niet bij was. Niks tegen Malen. Prima. En echt een wereldtalent. Die kan ook de wereld ophalen, denk ik. Maar ja, jongens, 2-2. Wat vonden jullie van die wedstrijd van gisteren? Laat het even in de comments achter. En dan gaan we snel door naar voetbalpraatje nummer 0, 2. En voetbalpraatje nummer 2, jongens, is Ajax. Dan gaan we het over Ajax hebben. Ze hebben van Bavica gewonnen. Maar wat gaan ze nu doen? Gaan ze overwinteren? Gaan ze door? Wat denken jullie? Uit naar Bavica als de volgende wedstrijd. En ja, ik denk toch wel dat Ajax het gaat redden. Ik denk dat ze eerder met 0-1 of 0-2 gaan winnen. Bavica komt, niet aan de pas. komt er niet aan te pas. En ja, ik denk ook dat Schöne, het uh, de tijdperk van Schöne... Is wel uh, zo langzamerhand uh, gekomen. Dus die denk, moet ook gewoon ja, stoppen, denk ik. Na dit seizoen. Maar ja, jongens, wat vinden jullie van deze conclusies? Laat het even weten in de comments. En ja, jongens, dit was weer de video. Hebben jullie ervan genoten? Drop dan zeker even een blauw duimpje omhoog. Hier rechts ook bovenin kan je abonneren. Hier uh, linksbovenin kan je mijn laatste video zien of een aspellijst. Klik maar gewoon op de aspellijst. Dan zijn jullie. Uh, op de hoogte van alle video's die ik maak. En ja, jongens, ik zeg voor deze keer ciao, amigos. Later en ik zie jullie de volgende keer.